deze aflevering willen we een avontuurlijk filmpje maken over nachtvissen in een biffy. We gaan nu even boilies halen bij Holland Beet. Heb je geluk, want we hebben toevallig net een nieuwe boilie. Het is een notenboilie. En hij is vooral voor in de zomer, heeft hij wat hoge vetgehalte. Dat is deze boilie. Ruikt lekker. En die ruikt een beetje naar amandel marsepein. Ja. En er zitten meerdere noten in, er zit amandel in. En als je hem proeft, dan proef je ook een beetje marsepein. Ja. Dan zijn we bij de pop-upjes aangekomen. Dan is dit op zich een heel mooi pop-upje om daarmee te combineren. En dan combineren we hem zo met het boilietje. Ik neem met opzet een iets kleiner pop-upje dan de boilie zelf. Omdat die dan zeg maar qua balans mooi in evenwicht is. Ik had al een standing mesje gepakt. Hoe ik het zelf dan meestal doe. Ik snij een klein stukje hier vanaf. Dat je een vlakje krijgt. Dat doe ik bij deze. Doen we dat ook. En dan zet ik hem altijd zo aan de heer. Dus er ligt de haak plat, maar er staat de heer overeind. Maar wat op dressuurwater ook heel goed werkt, waar zeg maar heel veel gevist wordt, is juist om het zo aan te bieden. Dus aan alle kanten stukjes straf gesneden. Ja. Nou lijkt het net, voor de vis, alsof dit al, ik weet niet hoe lang, op de bodem ligt. Dat kleine visjes er al aan gegeten hebben, et cetera, et cetera. En als nu een karper eraan komt, dan is die minder argwanend voor je aas. Omdat die vanuit nature weet hij inmiddels al dat als aas heel lang op de bodem ligt, dat de kans eigenlijk veel minder groot is dat hij zich daarop prikt. En dan hoor ik van jullie wel hoe het verlopen gaat. En mocht je nog vragen hebben, stuur een appje. Is het? Vang ze. We gaan nu naar de stek en kijk eens naar buiten. Het regent en het stormt. Als dat niet avontuurlijk is, weet ik het ook niet meer. We zien jullie op de stek. Ik heb hier gisteren al een beetje voorgevoerd. Nu hoef je alleen een paar handjes erin te gooien en dan is het alweer goed. Zo, dit is het belangrijkste. Dat hebben we gehad. Nu gaan we snel de tent opzetten, want nu is het eventjes droog. We hebben even snel de hengels erin gelegd. Want dan kunnen we nog net iets langer filmen. Voordat het echt pikken donker wordt. Het avontuur is begonnen. Voor de eerste keer in mijn leven in een biffy. Zit perfect. Top. We gaan vannacht gewoon met onze schoenen aanslapen. Dat we dus lekker snel uit bed kunnen als de beetrunner eraf gaat. Nou, ik zal Michel even een berichtje sturen. Dan hoop ik dat we straks wat gepiep horen. Lijnzwemmertje zijn of zo. Ik hoorde net op allebei de hengels bijna tegelijk de beetmelder zo. Ik denk dat dat een aanbid was dat hij hem pakte en dat hij hem weer uitspuugde. Want dat doen ze meestal. Dus het kan ook een zeelt zijn. Maar nou, afwachten welke hengels eerst een run gaat maken.
beet, want Pieper die gaf net een paar of zes tikjes achter elkaar. Dus ik sta nu even te wachten tot hij echt gaat lopen. Vannacht vond ik het best wel leuk. Ook heel erg spannend. De pieper kan natuurlijk elk moment afgaan. Gelukkig hebben we nog een andere stek op het oog. En hopelijk hebben we daar meer geluk. Nou, we zitten op de tweede stek. Maar we moeten schuilen voor de regen. We hebben ook pindarotjes bij ons. En wafels. En snoepkersen. En ook nog snoeptomaatjes. Als laatste nog kauwgom. We hebben nog geen eens tijd om de camera te pakken. En we hebben al een zilp. Ik heb helaas geen meetlat bij me. Maar ik denk wel dat dit mijn recordvis is. Mijn recordzilp. Ah, mooi beest. De pieper ging weer af en dit is een mooie vis. Ik heb de tang hier standaard aan zitten. Of als het een keer gebeurt, dan heb ik hem gewoon bij me. Minder groot helaas, maar alle vissen zijn bij mij welkom. De onthaakmat alweer vast weer klaarleggen. Tang er weer aan. Weer wat water erop en dan vind ik hem goed. Klaar voor de volgende. Ik heb afgesproken met mezelf dat ik na elke vis een kers mag eten. Rustig aan. Ja, heb hem. Gooi er gelijk even wat water overheen. Want de onthaakmat is wat minder nat. Ja. Weer een zilt. Maar toch weer een hele mooie. Ik ben het in de felle strijd. Mijn pet verloren. De engel knalde zo tegen de klep aan. Toen lag die bijna in het water. We've been running round, going downtown. Downtown, downtown. We've been running round, going downtown. Ik heb een heel mooi plekje waar ik deze kan uittesten. I dig it fast, so you're gonna phone it. And then a who cannot feel the same. Chase and tail, away we go. And do you want to say, come from wrongs and spills? Come home, but don't stay dumb for long. Long sent home from Boston. Don't fall, say, don't say. We've been running around. Nou, weer een mooie zilt. Ik denk dat het weer een beetje zo'n ziltaflevering wordt. Het maakt niet uit als ik weer allemaal zilten ga vangen. Is het nog groter dan de eerste deze? En ik denk die zo weer lekker terug gaat.
He knows it ain't no location. He knows I'm all, let him go, let him go. Nou, ik ga straks even een putje graven. Als ik hoge noten, als ik moet poepen. En je moet wel alles goed dichtgooien daarna. Want in hondenpoep stappen is al vies. Maar in mensenpoep stappen, dat is nog viezer. Dus dan gooi je morgen gewoon weer dicht met papier en al. En dan heeft niemand er last van. Er zit vis bij de stek. Ja. Ah, mis. Jammer. Ik had net te vroeg aangeslagen. Er zat wel vis op de stek. Het waren voorzichtige aanbeten, dus grote kans dat het zilt is. We gaan zo ons bed in. Het is alweer bijna middernacht. Dus deze gaan we even opnieuw beazen. Zo. Dan zijn de hengels ook weer klaar voor vannacht. Een hele heldere nacht. Als je straks goed kijkt, zie je de sterren. Dus dat is ook al leuk. Als we een vis vangen, dan hebben we een vis gevangen onder de sterren. Ja. Ik neem hem op hoor. Ja. Wow. Deze geeft kopstoot. Ik weet niet wat het is. Nou, een leuke blaasem. Het is een grote, maar het is een vis, dus. Ah, leuke vis. Het is wel een beetje lastig als je de vis aan het drillen bent, dat je niet ziet of die de planten inzwemt of niet. Maar de volle maan helpt ons daar heel erg bij. Dus dat is wel fijn dat we precies op deze dag, dat de volle maan is, dat we dan zijn gaan karperen. Of beter gezegd zilten of brasemen. Hij speurt net helemaal weg. Hij zom zich vast in de planten. Maar uiteindelijk is het wel goed gegaan. Hele mooie zilt weer. Tjoh, wat een beest. Maar we kunnen het eigenlijk beter zilten noemen dan karperen. Oei. Echt veel zilten. Waar is die dan? Een mooie serieuze karper. Hij gaat net boven het knolletje volgens mij. Dus deze hebben we in de pocket. Yes! Blijkbaar hadden we de lijn niet goed in de pieper gedaan. Want we hoorden de pieper vannacht dus helemaal niet. En mijn cameraman die lag nog lekker te slapen. En ik hoorde de beetdrager helemaal zo. Toen ik hem ophaalde, zat hij een heel eind op deze vijver. En ik roep jongen. Gelukkig was hij net op tijd om mee te helpen scheppen en te filmen. Dus ik had wel geluk dat ik dat even hoorde. Anders zat hij uiteindelijk helemaal daarachter. Bij dit slootje. We hebben hem nu even opgezakt. Dan kan hij even bijkomen. En dan straks als het helemaal licht is, dan doen we hem terug.